Het was mooi en heftig tegelijk. Jeroen is met zijn hele familie op wereldreis geweest. En op zo'n reis maak je natuurlijk van alles mee. In een half jaar bezocht de familie 12 landen. En al hun avonturen staan in een boek. Toen we vertrokken vonden we het al mooi. Op een gegeven moment moesten we tussen een stier door. Onze gids zei dat als er een stier alleen stond, we snel de berg op moesten rennen met ons paard. Dit is een wolfhoofd, die heb ik gekregen van een Eskimo. Hij zei dat deze geluk zou brengen. Dit is een berenbel. Die hadden we nodig toen we 3 dagen gingen kanoën in Canada. Ook al zijn ze al bijna een jaar terug in Nederland, Jeroen denkt nog vaak aan de reis die hij heeft gemaakt. Het is toch wel veranderd en dat was toch ook wel even wennen, dat we weer in zo'n huis wonen. De verhalen en foto's van de reis zijn nu verzameld in een reisboek. Ook die van Jeroen staan erin. We zijn gisteren naar een markt geweest in de Mekong-delta. Daar knipten ze de vinnen van levende vissen af. Maar ze knipte ook van levende kikkers met een grote schaar de kop eraf. Ze maakte in 6 maanden een reis door 12 verschillende landen. Bijvoorbeeld door Canada, Groenland, Vietnam en Peru. In Thailand hebben we in de jungle gelopen. En dat vond ik erg spannend ook, want daar kom je toch wel vaak enge beesten tegen. Onderweg hebben ze allerlei speciale projecten bezocht, zoals in Ecuador en Peru. We hebben 3 dagen Spaanse les gehad. En daarna gingen we dan bij schooltjes vertellen over Nederland. En in het Spaans, dus dat was wel erg leuk. Ze geloofden eigenlijk niet dat Nederland gewoon plat was en onder het zeeniveau was. Geen berg, want zij leven in de bergen en dan daar gewoon geen enkele berg. Dus dat is wel erg, dat vond ze wel erg raar. Geluk hebben ze nog school. Terwijl we hier eigenlijk denken van ja, moeten we nou naar school dus. Dat is wel heel anders. Het boekje staat vol met dit soort verhalen. Jeroen hoopt dat veel kinderen het zullen lezen om te kunnen laten zien hoe anders het is om buiten Nederland te wonen. Alhoewel hij zelf voorlopig niet meer zo lang weg hoeft. Jawel, maar niet. Ja, ik zou nog wel eens gewoon 3 maanden of zo. Niet meer 6, maar gewoon 3 of 2.